Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video en vandaag een primeurtje. Ik heb namelijk een ringlamp. Woehoe! Ik moet er nog een beetje mee oefenen en ik moet er een beetje aan wennen. Bam, ik weet natuurlijk niet wie mij nu allemaal ziet, maar prima. Ik heb hem nu op geel staan, dat vond ik wel sfeervol. Maar als je bij de nabewerking blijkt dat ik een soort uitzie als een banaan, dan moeten we dat even aanpassen, want ik heb allemaal verschillende standen. Maar goed, dit is nieuw. Wat niet nieuw is, is dat jullie mijn favoriete skincare producten wilden weten. En dat stond al een tijdje op de planning en ik dacht, het is grauw buiten. Iedereen heeft een beetje behoefte aan glow, een beetje self-care, een beetje me-time. Dus, nou, leek mij een perfect moment. En volgens mij zijn bij heel veel winkels zo rond de feestdagen allemaal dit soort dingen in de aanbieding. Dus ik dacht, we gaan er nu voor. Dus laten we maar gewoon beginnen. Misschien goed om te weten dat ik een redelijk droge huid heb van mezelf. Hij is vetarm, dus niet vochtarm, maar vetarm. En dat weet ik omdat ik dat ooit een keer, sowieso weet ik het zeg maar door dat kurk drogen, dat weet ik. Dat, zeg maar, dat zie je als ik niks met mijn huid zou doen. Maar dat het vetarm is, daar ben ik achter gekomen door een soort huidmeting. Want mijn vochtpercentage in mijn huid is juist super goed. Dat was zelfs... Nou ja, die vrouw zei, ik heb nog nooit iemand gehad met zo'n goed vochtpercentage. Ik denk dat dat vooral komt omdat ik heel veel drink. Heel veel. Echt heel veel. En dan alleen maar thee en water. En heel af en toe een colaatje. En natuurlijk ook af en toe een wijntje of een biertje. En sinds ik aan de pil ben, dat is nu alweer een hele tijd. Sinds januari. Daar wil ik overigens wel weer mee stoppen. Maar sinds ik aan de pil ben, heb ik weer wat meer last van onzuiverheden. Dan met name... Nou, in mijn nek, hier heb ik er één en daar heb ik één. En rond mijn kin af en toe wat. Dus echt dat hormonale gebied. Maar goed, dus dan weet je een beetje wat mijn huidtype is. En daar heb ik hopelijk mijn skincare een beetje op afgestemd. Maar dit is ook gewoon een beetje trial and error geweest. Ik ben bijvoorbeeld een tijdje geswitcht van face wash. En toen kreeg ik heel veel pukkels. Dacht ik, terug naar de vorige. Dus dat is, daar beginnen we maar meteen mee. Dat is de Estée Lauder Perfectly Clean. Voor mij, voor wie mij al lang volgt. Die weet dit. Dit is, ik ben dus een tijdje overgestapt omdat ik dacht, het is best wel duur spul en is het nou echt waard? Ik werd niet blij van de andere die ik testte, dus ik ben weer lekker teruggegaan. Heb je goede tips? Laat het me weten. Deze is voor de normale gecombineerde huid. Ze hebben ook een voor droge huid, maar daar kan ik dan gek genoeg weer minder goed tegen. Dus ja, ik gebruik eigenlijk altijd deze, de Multi Action Foam Cleanser. En het is ook een purifying mask. Ik gebruik hem nooit als masker, maar je zou het dus ook kunnen doen. Ik vind het heel fijn spul. Het schuimt lekker. Je hebt er heel weinig van nodig. Ik doe heel lang met zo'n tube. Dus deze. En in combinatie daarmee heb ik dus ook altijd een toner. En dat is deze. Dit is de Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Hydrating Toning Lotion. Deze. En die gebruik ik eigenlijk altijd daarna. Tenminste, 's ochtends gebruik ik deze na. Het is misschien goed om te weten dat ik 's ochtends altijd mijn gezicht was onder het douchen. Is niet het beste. Je kan het beste gewoon met koud water doen, maar ja, ik douche altijd 's ochtends en dan neem ik mijn spullen gewoon mee onder de douche. Namelijk deze, de Foreo. Fantastisch. Ik heb hem serieus nu 2 jaar, meer dan 2 jaar, 2,5 jaar, 1,5 jaar. Nou, anyhow, ik heb hem al heel lang en ik heb hem echt pas 2 of 3 keer moeten opladen. Hij laadt echt in een uurtje of zo op en dan kan je dus weer heel lang voort. Er zitten hele kleine soort siliconen haartjes. Ik weet niet of die het gaat scherpstellen. Ja, zie je, hele kleine siliconen haartjes op. En daarmee kan je gewoon heerlijk zeep aanbrengen. En ik doe dus altijd deze op, hup, dan zo vup, onder de douche. En ik doe dit 's avonds, doe ik dit precies hetzelfde weer. Alleen dan doe ik na het wassen... deze toon. En dan doe ik het trouwens dus wel gewoon bij de wastafel. Dan doe ik de Pixi Glow Tonic. Ook een hele fijne, hele bekende ook. Deze, die schijnt ook een beetje. Deze heeft een zuur erin zitten, zeg maar, wat ook een beetje exfolieert. Dus dit is glycolic acid. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Glyceride, denk ik. Nou, in ieder geval. En die licht je huid een beetje op. En ik vind het gewoon heel fijn spul. Dus dat is eigenlijk wat ik altijd aan, aan wassen doe, zeg maar. Maar als ik natuurlijk 's avonds make-up op heb, doe ik meer. Want dan moet ik eerst het schoonmaken voordat ik het ga wassen. En ook daarvoor gebruik ik eigenlijk al heel lang dezelfde producten. De Nivea Oog Make-up Remover, ook voor waterproof. Dus dat is zo'n 2 componenten. Dus dat zie je blauw en wit. En als je het schudt, zeg maar, dan is het 1 kleur. Dan doe je het op je watje.
En daar, ja, ik heb altijd waterproof mascara op mijn ogen. Daaronder heb ik gewone mascara zitten, maar altijd een laagje waterproof eroverheen. Maar ook in de zomer, als ik zeg maar alleen maar waterproof draag, ja, hiermee krijg ik het er gewoon af. En met heel veel andere dingen moet ik schrobben en dat hoef ik hierbij niet. Ik laat het even op het watje, of zeg maar een watje even op mijn oog. En dan veeg je het er gewoon heel eenvoudig af. Dus hiermee haal ik altijd mijn oogmake-up eraf. En ik heb, ja, ik heb nu dan een beetje lipstift op, maar ik heb in feite bijna nooit iets op mijn lippen. Ik doe dat nu voor de camera, zeg maar, omdat ik dat er dan mooier uit vind zien. Maar in dagelijks leven draag ik eigenlijk nooit het op mijn lippen. Dus, maar je kan het ook gebruiken voor, zeg maar, als je van die lekkere lipsteens op hebt, dan werkt het ook heel goed. En dan doe ik altijd mijn huid met micellair water en eigenlijk altijd deze. Ik heb wel een tijdje ook andere gehad. Ik merk niet heel veel verschil, maar ik vind deze gewoon heel fijn. De Garnier micellair water voor de gevoelige huid. Want dat is misschien ook goed om te zeggen, mijn huid is ook gevoelig. Zoals je al, nou ja, bij de verschillende producten hoort, reageer ik niet op alles even goed. Dus ja, mijn huid heeft wel een beetje ja, de neiging tot allergische reacties. Niet vreselijk, maar wel zeg maar, ik heb snelle roodheid of pukkeltjes. Dus ja, ik moet er altijd wel een beetje op letten. Of jeuk, ook zo'n topper. Dus ja, ik let eigenlijk altijd wel een beetje op producten die mijn huid een beetje rustig houden. En ja, waar het niet al te hysterisch op reageert. Maar goed, dus deze. Dus ik haal altijd hiermee mijn make-up eraf. En dan ga ik daarna door met het reinigen. Dus met de 4-Yo en dan de Estée Lauder Perfectly Clean. Als het dan gereinigd is, dan doe ik 's ochtends serum op. Dan begin ik bij mijn ogen. Het Vichy Mineraal 89 serum. Jullie vast allemaal wel bekend. Heel fijn. Voelt super. Krijg ik niet allemaal van die enorme droogte lijntje onder mijn ogen. Ik vind het heel fijn spul. Dus dit doe ik elke ochtend onder mijn ogen. En dan de rest van mijn huid, op mijn gezicht en mijn décolleté. Vergeet ook vooral niet dit stuk mee te nemen. Nee, het loopt door tot hier. Met wassen vind ik het altijd een beetje onhandig, 's avonds. Maar ik doe dan wel mijn nek mee. Maar met smeren, maar ik doe hier natuurlijk ook geen make-up op of zo. Dus ik neem mijn hals mee. Maar ik doe met crèmes, doe ik altijd zeg maar dit stuk ook meenemen. Tenminste, bijna altijd. Laat me niet overdrijven. En dan doe ik het Mineraal 89 voor gezicht, zeg maar, doe ik op mijn gezicht. Maar 's avonds gebruik ik tegenwoordig iets anders. En dat is vooral omdat mijn huid dus wat onrustiger werd. Ben ik het Evaclar serum van La Roche-Posay gaan gebruiken. Dus dit gebruik ik eigenlijk alleen maar 's avonds. Nee, wel. Ja, deze. Ziet er een beetje hetzelfde uit. Ook een beetje blauw. En ja, ik vind dit is een anti-imperfectie serum. En een dagelijkse peeling. Ik weet niet of het wat doet. Ik ben nog niet heel lang aan het gebruiken. Nou ja, je ziet het zit zeg maar ongeveer tot hier zit eruit. Maar ik vind het wel heel fijn voelen. Ik vind mijn huid ziet er 's ochtends echt glowy uit. Dat zie ik wel. Maar zeg maar of het echt mijn onzuiverheden weg had, daar vind ik het nog te kort voor de test zeg maar. Omdat ik de tijd van de maand moet er nog aankomen. En dat is meestal de tijd waar ik het meeste onzuiverheden heb. Dus ik kan nog niet helemaal beoordelen. Maar ik vind hem wel zeg maar qua glow 's ochtends in ieder geval helemaal top. En heel soms als ik denk, nee, een beetje kleur in het gezicht is ook wel lekker. Of ik denk, ach, mijn huid is zo thirsty, het heeft olie nodig. Dan gebruik ik deze twee. Als ik alleen maar een dorstige huid heb, dan gebruik ik de Ordinary 100% Cold Pressed Virgin Marula Oil. En sowieso vind ik de Ordinary een heel fijn merk. Nou, hij pakt hem niet, maar het is, ik zal trouwens sowieso alles even hieronder linken. Dit is gewoon een heel fijne olie. Je hebt heel veel soorten oliën van The Ordinary. Maar ik vind deze heel fijn. Gebaseerd op niks. Ik ben gewoon wat gaan proberen. En ik vind deze gewoon heel fijn. En hij ruikt ook niet. Het is voor je haar en voor je huid. Ik gebruik hem nooit op mijn haar. Maar wel heel vaak op mijn gezicht. En als ik een beetje extra kleur wil. Dan gebruik ik daar de Isle of Paradise Tanning Drops bij. De groene. Dus dat is de medium variant. Dit kun je ook op je lichaam gebruiken. Maar daar heb ik een spray voor. Maar ja, hier kan je denk ik al zien. Ik gebruik één druppeltje per keer. Dat is heel belangrijk. Ik zal het zo nog even uitleggen. Zie je hoeveel ik al heb gebruikt? Heel veel. I love dit spul. Dit gebruik ik dus eigenlijk de hele zomer door. Maar soms in de winter heb je ook echt zo'n even behoefte aan een beetje kleur. Dan moet je deze doen. Echt één druppeltje. Je kan altijd gaan kijken of opbouwen bij jou werkt. Maar ben de eerste keer dat ik het had, deed ik twee druppeltjes. Het zijn echt hele kleine druppeltjes. Het is met een pipetje. Nou. Ik zag uit zo'n paloempa. Dus het zou ik niet aanraden. Ik zou zeggen één druppeltje. Dan heb je precies dat een beetje. Hey, ben je in de zon geweest? Nu wel misschien wel. Deze. Dus dat doe ik zeg maar op dat soort dagen. Maar normaal gesproken doe ik dus deze 's avonds. Douglas gekocht. Ik vind zeg maar oogcreme. Ik heb gewoon echt een hele
lekkere, vette oogcreme nodig. Mijn ogen zijn het droogste gedeelte van mijn hoofd. Maar voor mijn hele lichaam. Ik vind dat altijd heel lastig. Ik heb verschillende van Vichy, van Clinique, van Ethos, van alles heb ik gehad. Maar voor de nacht vind ik deze heel fijn. Puur toeval dat ik dit gevonden heb. Dit is de Organicare Advanced Eye Cream for All Skin Types. En het is echt een vrij grote pot, vind ik, voor een oogcreme. Dus je doet er ook 650 jaar mee. Maar je ziet dat ik al heel veel van gebruikt heb. En niet de meest hygiënische manier trouwens. Maar I love dit spul. Het is gewoon heel lekker voedend. Ik word echt wakker met een frisse blik. Ik heb vooral heel droog dus en donkere kringen. En ik vind het gewoon echt heel fijn spul. En dan overdag ga ik natuurlijk voor wat lichtere producten. En dan doe ik eigenlijk altijd de Ethos Q10 Energy Smoothing Eye Cream. Vind ik ook een hele fijne, prima oogcreme. En ik vind vooral zo'n tubetje gewoon lekker hygiënisch werken. Dus daar ben ik sowieso heel erg voor. En dan gebruik ik deze topper. Dit is de Clinique Moisture Surge Intense. Daar heb je me ook al heel veel vaker over gehoord. Ik vind dit super fijn spul. Dit is mega hydraterend. Nou ja, er staat hier Allergy Tested 100% Fragrance Free. Rich of All Oil Free Cream. Instantly Rehydrates Dry or Dehydrated Skin for 24 Hours. En ik vind dat echt... Het is echt, mijn huid drinkt dit op, is helemaal blij daarna. En daarna zit mijn make-up gewoon lekker. Trekt niet in lijntjes. Ik vind het echt fantastisch spul. En ik heb het ooit gekocht toen ik echt zo'n hele droge fase had met mijn huid. En echt gewoon niet meer wist hoe ik het op moest lossen. Toen ben ik echt eindeloos gaan googlen. En sindsdien, ja, ik verslind deze potjes. Volgens mij heb je ook een grotere van Jan. Misschien moet ik daar eens aan gaan, want dit is misschien een beetje zonde. Maar ook deze zijn heel vaak in de aanbieding. Dus houd het vooral in de gaten. Maar echt, ik vind het fantastisch spul. Ik vind het potje ook prachtig. Ik word hier gewoon heel blij van. Ik vind het echt heel fijn spul. En het irriteert mijn huid niet. Het geeft het gewoon lekker drinken. Love it. En als ik soms een pukkeltje heb, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, dan wil ik daar soms even wat extra aandacht aan besteden. En dan gebruik ik eigenlijk altijd dit. De La Roche-Posay Evaclar Duo Plus. En eigenlijk doe ik dit ook altijd, zeg maar rond de tijd van de maand, smeer ik dit op mijn kin. En dit vind ik heel fijn spul. Als je voor het eerst gaat gebruiken, zeg maar dit is dus eigenlijk ook het serum daarvan. Als je voor het eerst gaat gebruiken, dan kan het zijn dat je huid eerst wat onrustiger wordt. Maar daarna, als het goed is, wordt het daarna juist rustiger. Dus ja, laat je niet meteen afschrikken. Waarom heb ik zo'n raar, een soort hangend oog? Die het weet. Nou. Weet je, als je natuurlijk echt een allergische reactie hebt, moet je natuurlijk iets anders doen. Maar ja, ik weet niet. Bij mij werd het eerst gewoon wat onrustiger voordat het rustiger werd. Maar ik gebruik hem echt al jaren. Ik vind het heel fijn spul en ik doe het dus echt alleen maar op mijn probleemzone, zeg maar. En de rest gebruik ik dan al die andere producten. En ik gebruik het eigenlijk alleen maar rond de tijd van de maand. En dan nog twee maskertjes. Ik heb heel veel maskertjes. Ik hou van maskertjes. Ik heb van die sheet masks, gewoon van die Dr. van Hoogzakjes, zeg maar. Tot, nou ja, peelings. Fijn maskertje van Vichy. Ik heb allemaal verschillende, maar ik wilde eventjes met twee... Die ik toch het meeste pak. Eventjes erbij pakken. Als eerste deze. Dit is van de Soap Treatment Store. Waar ik mijn wenkbrauwen laat doen. Tenminste. Als je mijn video met mijn wenkbrauwen hebt gezien. Weet je dat ik daar nu niet meer zo vaak kom. Maar vroeger kwam ik er heel veel. Dit is de 10 Minute Peeling Mask. En dit is dus echt een lekkere peeling voor je huid. Dus deze smeer je op een schone huid. Er zit ook een soort kooltje in. Dus je masseert het een beetje zachtjes in. Dan laat je het 5 à 10 minuutjes intrekken. En ik zou zeker de eerste keer niet te lang doen. Je kan het altijd opbouwen. En nou ja, dan haal je het eraf en denk je al, yes. Maar dan doe ik vaak nog een maskertje. En dan doe ik meestal iets hydraterends. Maar soms heb ik geen zin in twee stappen. En dan doe ik gewoon één ding en dan doe ik deze. En ik geef je eerlijk toe, dit is ook gewoon voor het oog een lust. Ik had hem niet getest. Ik dacht, maar deze wil ik hebben, want ik vind hem... Prachtig. Je kunt hem refillen. Dus het is niet zo dat je zeg maar daarna ben je goedkoper uit. Dit is namelijk een Rituals mask. De Ritual of Namaste mask. Super fijn maskertje. Het is wel, zeg maar, als je in het potje kijkt, denk je, nou, er had wel wat meer in gemogen. Maar het is een heel fijn mask. Zoals je ziet, gebruik ik hem heel graag.
Het is ook een soort peeling masker. Hij geeft je een lekkere glowy huid. Deze smeer je op. Hij is roze, je smeert hem op je huid en dan wordt hij, als je goed insmeert, zeg maar, wordt hij wit. Lijm 20 minuutjes volgens mij, 20 minuutjes uit mijn hoofd intrekken en dan eraf en dan ben je weer als een poren. Dus deze vind ik ook heel fijn en deze is ook gewoon heel mooi op je wastafel. Of wekelijks gebruik, waar ik ontzettend veel van hou, wat ik, nou ja, iedereen met mijn soort huid aan zou raden. Ja, dat had ik nog heel lang beloofd. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie van dit licht vonden. Ik zit zelfs net naar mezelf te kijken en merk van, is het goed, is het... Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Ja, ik ben er wel heel blij mee, want nu kan ik dus ook in wat minder goede dagen... Dus wat minder goede dagen kan ik nu filmen. Dat was de reden waarom ik hem heb aangeschaft. Ik kan trouwens wel even de andere soorten, nu we het inhoudelijk gedeelte hebben gehad, nog even de andere soorten licht laten zien. Laat anders even weten wat jij mooi vindt. Dus dit is dat gele. Ik weet niet wat er nu aankomt, we gaan het zien. Dit is echt koeler licht. Dit vond ik ook wel mooi, maar dit is ook wel kil. Ik dacht voor de feestdagen is dat misschien een beetje, maar laat weten. Dit is natuurlijk ook wel heel fris. Dus dit is zeg maar meer, ja, dit is denk ik wit. Dit wit noemen. Dit is blauw. Nou, dit is een beetje ice cream. Het is wel leuk voor mijn ogen. Maar ja, ik weet niet. Dit is gewoon. Dit is denk ik echt cool. Dus dat wit zit er een beetje tussenin. Ja, wat vinden jullie hiervan? Dus misschien wel qua kleur. Dit wordt er wel een beetje geler van. Nou, laat maar weten. En dit is roze, denk ik. Het is wel heel roze. Nog heel geel. Of is dat nou. Nee, dit was degene waarmee ik heb gefilmd. Deze. Ja, nu ik hem zo weer vergelijk, weet ik het niet. Maar nou, laat weten welke jij het mooist vindt. Dus geel, wit of blauw. Let me know. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Morgen ga ik de kerstboom optuigen. Voor jullie is dat dan alweer een... Nou, misschien als jullie dit zien is het vandaag. Ga ik de kerstboom optuigen. En dan wil ik daarna nog wat kerstlooks gaan opnemen. Ik dacht aan misschien een wat meer glamour look. Zoals ik gisteren met een vriendinnetje besprak. Eigenlijk is het met kerst alleen maar belangrijk dat dit gedeelte er leuk uitziet. De rest boeit eigenlijk niet. Dus eentje wat meer opgedoft. En eentje voor, ja, als je het eigenlijk toch, ja, stel dat de maatregelen nog strenger worden. Dat je het echt met niemand kan vieren behalve thuis. Dat je er dan gewoon leuk uitziet. Maar dan gewoon lekker fris. Of voor de rest van de kerstvakantie. Dus laat me weten of jullie het leuk vinden. Dat dacht ik leuk te doen bij de kerstboom. Met mijn ringlampje. Dan kunnen jullie het als het goed zien. Dan moet ik misschien wel een ander kleurlicht kiezen. Nou, laat maar weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag, ja, snel weer bij een nieuwe video. Dankjewel. Doeg!